First Lady Melissa Santokisinashri heeft het startsein gegeven voor de landelijke pakkettendistributie van de regering voor tehuizen en sociale instellingen. Dit deed zij op vrijdag 2 juli op een viertal stichtingen. De afgelopen periode heeft de regering geld vrijgemaakt uit het COVID-fonds voor pakketten om alle behoeftigen landelijk te voorzien. Die zorg voor begeleiding van mensen met een beperking, dat doen we al 36 jaar. We zijn heel erg ingenomen met uw aanwezigheid vandaag hier voor de overhandiging van enkele pakketten. Oh, ik vind het heel fijn om vandaag samen met het team in jullie midden te zijn. We geven vandaag de kick-off, oftewel de start van de landelijke pakkettendistributie. De afgelopen periode, zoals u weet, heeft de regering Santokki-Brunswijk geld vrijgemaakt uit het COVID-fonds om aan een ieder eigenlijk aan de behoeftigen landelijk pakketten te verdelen. En natuurlijk is de regering de tehuizen dan wel de sociale instellingen niet vergeten. Vandaar dat ik vandaag hier ben. Ik hoop dat met deze donatie u de komende periode goed kan overbruggen. En dan vraag ik u om lief te zijn voor elkaar en samen te werken. En waar nodig of waar u zou kunnen ook een handje mee te helpen. Hiermee wil ik startsein geven voor de landelijke pakkettendistributie onder de tehuizen, let wel, en de sociale instellingen. Ik dank u en mogen God, ik wil u alvast bedanken voor de speciale zorg die u biedt. En mogen God ons alles zegenen. Dank u. Geloof en Nieuw Leven is een organisatie, is een opvanginstelling waar wij werken aan het herstel van mannen die door verslaving het spoor zijn kwijtgeraakt in die samenleving. En wij danken dat wij door Gods genade in staat zijn om deze organisatie nog te draaien, te houden. Vader, dat u zal zegenen, Vader, de harten, de handen die dit mogelijk hebben gemaakt. Heren, de First Lady die u hier heeft gebracht. Zegen haar overvloedig, bewaar haar op haar wegen en dat het er goed zal gaan. Zij en haar echtgenoot, wij danken de president dat hij een vrouw heeft die bewogen is met het werk van ons. En Heer, dat we de rest van de dag, Vader, aan u mogen opdragen en wij danken voor uw zegen. Dank u in Jezus' naam. Eer nogmaals dat we u hier mogen verwelkomen. En als stichting hebben wij gisteren 1 juli heeft de gemeente Kinderen van het Licht haar 26-jarig bestaan herdacht. En uit deze gemeente, deze kerk, is eigenlijk Stichting De Stem geboren. Stichting De Stem wordt volgend jaar 25 jaar. En wij als instelling, ons werk doen we vanuit de liefde die we van God ervaren in ons persoonlijk leven, waardoor wij in staat zijn ook andere mensen te helpen. En deze daad van u, First Lady, zien wij ook als een daad van liefde. En wij stellen het zeer, zeer op prijs. Voor onze organisatie is het sowieso een plus in deze periode. Onze kinderen hebben allemaal school op afstand op het ogenblik. En alle tehuizen, in het bijzonder wij, kunnen levensmiddelen altijd gebruiken. Onze kinderen moeten dagelijks eten en drinken. Dus voor ons is dat gewoon kosten die we niet hoeven te maken in deze moeilijke periode. U zei dat de kinderen afstand onderwijs op dit moment volgen. Ze hebben ook een tablet in ontvangst mogen nemen. Hoe zal dat werken? We hebben internet. Dus voor de kinderen is het nu makkelijker om in plaats van via een mobieltje of via WhatsApp van de tantes schoollessen te krijgen. Ze gaan er dus even mee moeten leren omgaan en daarna kunnen ze het zelf. Gaat u door, First Lady. En ik hoop dat we er vaker mogen zien.
Thank you.